Kom, baantje, word wakker en kom toch naar boeten. Tussen is al warm weer de tijd van het jaar. De mensen die hebben taldrak met me koor. De wind jacht de ploempjes al over de akker. De hand van de naberoen opstaan wordt wakker. Ik word dit jaar 60, want ik was 9 en ik werd 10. Gedurende de opnames. Ja hoor, toch iets. Nou vlug. Bartje is best wel van invloed geweest. En om dat nou echt vast te pakken is heel moeilijk natuurlijk. Het heeft veel betekend. Ik ben er heel blij mee. Het is een cadeau. En ik ben blij dat ik de cadeau kreeg heb. Zo. Bartje is natuurlijk gebaseerd op het boek van Anna de Vries. En volgens mij is de moraal van het verhaal... Een jonkie die bewondering heeft voor zijn ouders, in het bijzondere voor zijn pap. En die dan stukje bij beetje leert, het is misschien allemaal niet zo ideaal. Zijn moe die eigenlijk hem wat belooft wat ze niet doet. Dat in het begin van de serie, van het boek ook, niet snapt waarom stort ze elke morgen op en bent ze al kapot voordat ze überhaupt wat gedaan hebt. Dat hij eigenlijk, is het les van hoe word je volwassen. En hoe behaal je toch je idealen. Want het eindigt, de serie die eindigt ermee, dat hij bij dat bruggie stiet. Dat is niet meer, dat ben ik niet meer, dat is de grote Bart, Jaap Schanberg. En dat hij eigenlijk de wereld ingiet. Met een ideaal, met een geit, met een vriendin. Ik geloof er toch in dat het zeg maar wordt en dat al die stappen doorin, ook opstaande tegen van het is niet eerlijk, ik bid niet voor Brunnenborn, want jij hebt me iets anders beloofd. Ja, dat maken wij allemaal als mensen deur. Dus ik denk dat de boodschap is volwassen worden en je ideaal niet verliezen. Ik werd eigenlijk Bartje Bartels door mijn broer. In die tijd voor Bartje, toen stond een advertentie in de krant. En net in die week waar die advertentie erin stond, toen Mursus Luc, die zat bij de meester. 4, 5, 6 zat bij de meester. Ik zat bij de juf. 1, 2, 3, bij de juf. Die moest iets doen uit de krant. En toen stond die advertentie erin. En ik kan me nog herinneren, ik zit hier op de plek waar ik altijd zag. Ik was aan het tekenen of aan het schilderen, want ik wil later schilder worden. Oesma die staat door in de keuken en mijn broer zit op de plek van mijn pa met de kraan. En het enige wat ik herinner is dat Oesma zich omdraait naar Oes Luc. En dat ze tegen Oes Luc zegt, moet je broertje ook in nemen, want voor hem is het ook leuk. En toen werd uiteindelijk niet mijn broer uitnodigd, maar ik werd uitnodigd. Hou me joh, te groot, te veel, te acht, die staat te zeven. En voor God, want ik ben zo aan het oud. Want hij heeft dat afgeschreven, net van jullie hele leven. Ja, ja, zo makkelijk. Destijds stond er een verhaal in de Drentse en Asso Courant. Dat Willy van Hemert van plan was om Bartje te gaan verfilmen. En dus ook. En met amateurs. En dus mensen zocht. Ja, we hebben de stoute schoenen aangetrokken en gewoon gesolliciteerd. Ja, en een paar dagen later ging de telefoon dat ik het was geworden. Au! Hij doet me pijn! Ach, ik zal maar vroeg wat doen met een barsteltje. Kijk, zo moet ween. Ah, die van de juffer biedt veel mooier, die glim. Is vrij niet helemaal kraan staan? Hoe weet ik dat nou? En ik ben nog veel te klein voor zoiets. Ja, maar ik niet. Je hebt vrij dan met de vorige meester door Mr. Trunner Holland. Zoiets mij die zeng, hoe kan je daarbij? Op een gegeven moment heeft Willy van Hemert mij zien spelen. En die is toen bij me gekomen om te vragen van of ik dan met de rol mee wilde doen. Want in die periode wilde ik natuurlijk niet, omdat ja, het is de nozemtijd. Ik had mijn haar tot ver op mijn rug. En ik dacht, maar ik ga niet aan Bartje meedoen, want dat wilde ik niet. Maar ja, na het spelen zijn ze bij me thuis gekomen en hebben met mijn ouders gepraat. En toen hebben ze mij toch kunnen overreden om mee te gaan doen. Twee kan Piet Rulli en ons kan de klonies. Ja, ja, ik begrijp het wel. Maar zit dus 2 liter Piet Rulli. Twee liter Piet Rulli. Nou, zie nou
dan, hè? Ja, maar die klonies. Ja, klonies, doe je niks bij, man. Voor u niet. Ik heb net zo'n tong als je, hè? Kijk maar. Ja, maar dat bent woon, die zit me achter in de hals. Dus ik uren om te bieden. Is hij veel te manieuws. Ik was geen stotteraar. Dat is iets dat leef je in je rol als toneelspeler. En ik heb van kind af aan altijd al toneel gespeeld. En dan ga je daar gewoon in op en dan doe je dat gewoon. En op het moment dat je dat moet doen, dan lukt dat ook. Hey Ari, wat heb je daar in je butsen? Niks, alleen maar zeg maar Jan, op maakt uit wijden. Jawel. Als knikkers binnen, dan kwam ik Jorel, die van de stutter. Ik ben geen knikkers, ik ben kakkies, geef mij een. Oh, geen kakkies, ik ben zeg, hey sikko, wat zijn er dan net? Dat die alles jongens de bos waren, dat geloof ik niet. Oh nee, geloof me niet. Daar was er een met spierbal naast een bikkel zo hard, man. Kastanjes. Wat zeg je? Tamme. Wat tamme? Nou, wat ik net zie. Ik ben destijds opgegeven door een leraar van de MAVO waar ik op zat. Daar wist ik zelf helemaal niets van, totdat ik op een gegeven moment een brief van de NCRV kreeg dat ik werd uitgenodigd om auditie te doen op het gemeentehuis in Borgen. Nou, een stukje voorgelezen en toen werd de vraag gesteld van zou je mee willen doen? Nou, ik zei prima, dan wil ik dat avontuur wel aangaan. Kun je niet makken verder alleen, hoor. Dan rie ik even bij de smid langs voor de ploegskeer. En haal ik je weer hem op, dat scheelt in de tiet. En doe maar hoor, het is toch een laatste keer. Wat zeg je me nou? Wat is de laatste keer? Dat ik de beesten van Wapsen melk. Wat bent dat voor kunsten? Ik was gisteravond te vrolijk. Te verhulden niet met je te praten. Ik heb een steen aan boden gekregen in Hunselo. Had je dat verduld nog en toe dat niet eerder kunnen zeggen? Nee, ik weet zelf pas sinds gisteren. Gert kan zich verbeteren. En dan kan ik in zijn plaats komen. Wij willen een boost? Ja, 50 gulden en de kost. Schaamde. Jan was natuurlijk het gezicht en werd het gezicht van die serie. En terecht. Ik bedoel, hij heeft 5 afleveringen dat gedaan en ik de laatste 2. En ja, dat blijft altijd lastig. En, maar ik heb dat gewoon met heel veel plezier gedaan en wat ik net zei, een unieke ervaring opgedaan. Maar logisch dat ook tijdens de uitzendingen alles op Jan gericht was. In het begin was ik nogal lacherig. Ik denk ook, laten we zeggen, in die eerste tiet gebeurt eigenlijk gelijk de hoofdscène van de hele serie. Badje bidt niet voor bruine bonen. Nou ja, ik was 9 jaar. Mijn spanning afbouwen ging meestal door erover te lachen. Als het natuurlijk spannend wordt, als je kwaad wordt of iemand wordt kwaad op jou, ging ik lachen. Dus door ook. En die spanning voor ik bid niet voor bruine bonen, ja, die is denk ik ook wel voelbaar. Dus die voelde ik als 9-jarig kind voelde ik die ook. Dus die scène die moest dat 10 keer over. Omdat ik elke keer weer in de lach schoot vanwege de spanning. Badje. Badje. Stilie, Badje moet bidden. Badje, wat drommel komt er dan wat van? Donders mirakel dat je bent. Zul je nou bidden? Ik ben niet van bruine bonen! Nooit, nooit, nooit! Nu hoe een acht! Het is een kind! Nu hoe een acht! Het is een kind! Lief dat je nog goed voet meer over de drempel zet. Een wild beest, Likiva. Geloof me niet dat wij zo jong nog langer over de vloer hebben. Zoek maar een ander hoes. Zoek maar een andere va, Emmel. Heb je me gehoord? Ik ben best wel heftige emoties. Hè. Bijvoorbeeld, we zitten hier bij het hunebed, het verbranden van die klawatsen en wat je krijgt met de klawatsen. Of dat het kwaad wordt op zijn ouders, of dat het opstiet tegen zijn ouders van ik bid niet voor bruine bonen. Of die scène ook met waar hij die kip eigenlijk steelt en die kop eraf hakt. Nee, dat ging eigenlijk natuurlijk. Dat heb ik gewoon cadeau kregen. Dat heb ik gewoon. Daar hoefde ik niet moeite voor te doen. Nee. Dus ik vond het eigenlijk niet moeilijk, om het zo te zeggen. Ach, hier kom ik eigenlijk de scène tegen wat bij mij eigenlijk een van de mooiste scènes west is. Als ik dat kijk, dan is het bij dat winkeltje bij vrouw Klaasens.
En dat ik dan terugloop naar de slootwal, dat badje met me komt, dat de mij een klein beetje op probeert te beurden. Omdat ik door eigenlijk de vrouw Klaasens echt onder u de zak ben gehaald. En wat eigenlijk ja, heel verdrietig was voor mij. Eerst ging ze goed. Maar dat kreeg van de wiet, daar hebben ze zenuwachtig gemaakt. Dat doen ze van expres. Als ze maar de zenuwachtig van, hebben ze plezier. Maar als hij er thuis over praat, dan smoor ik u. Heb ik ooit iets verteld? Nooit. Waarom moet er afzien te komen? Hij moet binnen, dat helpt. Ja, ik al zo vaak dan. Maar ze lust het niet, de bom. Vol, net zoals met moe. Die zegt ook eerst dat hij praat niet. En dat durft ze niet. Maar op leest. Dan zegt ze, nou vreut hem maar en vrouw geschiet. En zo is het met de heer ook. Ik zal eens king. Het kan mij niks meer schelen op. Als ik later groot ben, doe ik dat wat wil. Als iemand dan me laat ik stotten, die schiet ik hartstikke dood. Weet je wat ik kan? Geef eens hier, die petrolie aan. Kijk! Geen druppel! Ken je dat ook? Natuurlijk, man! Kijk maar eens. Hey. Ja! Nu krijg je met een klap aan zijn badje. En ik er niet! Ik er niet! Lelijke stotter! Ik kan het, jullie kan. De emoties die erin kwamen. Het feit, het verdriet en vervolgens de ontlading, dat Pika toen ter plekke kwam en dat ik bij Bartje kon laten zien van wat ik durfde en dat ik eigenlijk wel stoerder was dan dat ik eigenlijk normaal wel altijd werd afgeschreven. En dan kwam echt dat filmpje, of dat liedje naar voren van Pika, Pika, hij nog vlooien, ja meneer, wel 100 dooien. Pika, Pika, hij nog lozen. Ja meneer, wel 100 dozen. Wacht maar, schooiers. Ik krieg je nog wel. De bruiloft is wel een was wel, en niet alleen qua filmopnames, maar ook de sfeer eromheen tijdens de opnames. Die was echt, dat was heel gezellig. Het is ook 's avonds opgenomen, het was een van de weinige avonden dat we opnames hadden. Dus nee, het was ook echt heel knus. Ja, we zijn hier vanavond om het feest bij elkaar. En dat is de reden van het jammer. Die had er helemaal geen zo'n zin. Vandaag heb ik jou knikt nog zin. Piralalala, piralalala, piralalalalala. Een van de mooiste momenten was dat ik moet ploegen met een paard. Nou, dat moest ik dan leren. En we stonden midden in het veld rondom boeren met trekkers bezig en met allerlei zware voertuigen. Maar het moest natuurlijk stil zijn, want ja, alleen dat. Dus er werd een vlag gehezen. Alle boeren in de buurt stopten op het land met hun werkzaamheden. En er konden opnames plaatsvinden. Nou goed, aan het eind moest ik daar dan ook nog een bord snap eten. Nou ja, die kwam warm heet aan, maar toen ik hem moest nuttigen was hij koud. En dan moet je nog doen alsof het de lekkerste snert is die je ooit gegeten hebt. Maar goed, dat hoort er ook bij. Hop, zij de scheisse, weg was geesten, een hele bret was nat. Bart! Hoi, Hobert. Hier jong. Een pan met snet en twee plakken roggestoot met smolt en een pot koffie. Wat zeg je nou? Alweer snet? Ja, ja. 3 dagen snet en 3 dagen bruine boon. En dan zondags zuurte brei met poem. Ach, van honger zul je niet omkomen. Kijk, zie wat? Licht tussen kersen. En overal gelieken diep. Het is een bestbeurt ook. Dus ook zo we dit beste geen meneer die op wil drie. Eet toch maar even. Ik denk dat een kind sowieso op die leeftijd het gewoon op gevoel doet. Het is niet een acteur die dan een rol leert en dan ben ik dit karakter. Je bent het, denk ik. Ik ga wat.
doe als hij zegt. Dan lieg je niet. Koffert! Doe als hij zegt. Dan lieg je niet. Ja, iemand die van een dubbeltje een kwartje wenste te worden, denk ik. En ja, wat vlierenfluiterig. En ik het dan. Jij? Oh, wie ben jij dan? Gekkert. Allemaal goed naar de duim, man. Wat is een kattenkopper? Maar ook wel redelijk georganiseerd. Dat bleek wel nadat Moe was overleden. Ja, en uiteindelijk toch als stuiver eindigt in het armoes. Ja. Heb je nooit echt van een keer loon? Altijd? Dat merk je zo moeilijk. Ik heb altijd van allemaal loon. Ik ben eigenlijk nog een beetje jong. Maar in zo'n zienbaatje, vrij is het heerlijkste wat er bestaat. Daar vergeet je alles bij. Ja, alles. Maar ja, dat is nou allemaal verleend iets. Je moest je dus goed inleven in de rol. Als een echte puber haalde ik allerlei kattenkwaad uit. En doordat ik thuis niet werd begrepen en overal altijd de schuld van kreeg, ja, ging je van kwaad tot erger natuurlijk. En dat, op een gegeven moment ging je tot stropen over, tot stelen van sigaretten, van stelen tot chocola. En ja, je was echt het zwarte schaap van de familie. Oh, help! Help, kerel! Ik ga naar de politie! Help! Man, dat is zo wat dom, dat begrijp ik niet. Alle eeuw, wat een kerel ben je. Hier een vloek aan de regel. Hier was al die mooie bibel van vergeten. En dat voor zo'n christelijke schoolmeester. Toch loopt nog eens heel slecht met jou, Wari. Dat valt wel met. De mensen zijn allemaal zwien. En waarom zal ik dan voor heilige spul? Als 15-jarige speel je de rol en zeg je de tekst die in het script staat. En ik dacht daar toen de tijd nog niet zoveel over na. Dus het was, wat ik net zei, leuk om te doen, maar dat was het ook wel. Je wordt niet verliefd, want je moet een rol spelen en... Het kan 5, 6, 7 keer kon het over voordat de scène er goed op stond. Maar het is gewoon leuk om een rol te spelen, wat ik net zeg, en die ervaring gewoon op te doen. En te zien hoe zich dit, zo'n serie zich ontwikkelt. Het deed nogal wat, die serie. Je had natuurlijk ook met Drees Enders, Nederland 1, 2 en 3. Dus die serie die had best veel impact. Dat betekende ook dat bij ons, bij de boerderij, er kwam hele touringskars die kwam er langs. Of er was bijna altijd wel een auto met een camera. Dat betekende wel veel, ja. En ook een winkel open, of bij Mies Bouwman, of bij Hans van Willigenburg, bij Linda de Mol, nu maar op. Ja, dat is best wel... Dat heeft natuurlijk best wel impact. Koningin trouwens, niet te vergeten. Op Koninginnedag, waar we met de hele badje gezin waren. Ja, dat doet best wel iets. Ik denk niet, ik heb misschien wel een poosje gedacht, zo van, oh, ik ben hartstikke bijzonder. Maar ik had een broer en ik had een gezin. Dat was snel duurlijk. Daar moet je niet met tips te komen. Dus dat heeft beslist niet lang geduurd, nee. Ja, ik werd op een gegeven moment wel herkend. Ik woonde natuurlijk gewoon thuis bij mijn ouders. Ik ging naar school. Eerst in Smilde, daarna in Groningen. Dat hebt al snel weg. Dat hebt al snel weg. Wat ik al zei, mensen... het is nooit... iets hysterisch of zo geweest. Nee, en mijn vrienden deden ook van, doe maar normaal, dan doe je gek genoeg. De mindere leuke kant was wel, ik ging naar de MAVO en iedereen wist dat ik kwam. Ik ging naar de HAVO en iedereen wist dat ik kwam. Ik ging naar de HBOJ in Leeuwarden. Dat betekende, ik ging weg uit Drenthe. Ik ging mijn eigen leven doen. Ik ga het allemaal doen. Badje op het bruggetje, als parallel. En toen kwam ik op de HBOJ in Leeuwarden en iedereen wist dat ik kwam. En wat ze ook van je vindt, ze vindt iets van je. Dus dat betekent dat je niet meer open in de situatie kan staan. Toen heb ik wel een poos gehad, toen wilde ik niet zoveel van Bartje weten.
Op het moment van spelen was het leuk. Maar na tijd was het niet meer zo leuk. En dat heeft ermee te maken van... je wist toen als kind nog niet wat beroemd zijn was. En het is wel een hele rare gewaarwording dat je als een jongetje van 16 jaar, dat je al 4 huwelijkaanzoeken krijgt. En dat je allerlei posten krijgt en dat iedereen met je op de foto wil. Zelfs zover dat je eigenlijk in Assen op de ijsbaan, terwijl je zelf wilt schaatsen, niet schaatsen kunt omdat iedereen achter je aankomt. Dat is wel een hele vreemde gewaarwording. Heeft Hans de huwelijkaanzoeken gehad? Of het enig? Nee, nou, ik zit erop te wachten. Wie weet, komt het nog? Het heeft voor mij gewoon betekend van dat ik de zomer 6 weken uit huis ben geweest. Omdat de mensen gewoon bij ons thuis kwamen. Dus ik ben eigenlijk, mag je bijna wel zeggen, 6 weken ondergedoken geweest. Tuurlijk word je herkend. En er werden ook ontzettend veel brieven en fanmail kwam op gang. Maar goed, als 15-jarige sta je ook niet te springen om al die brieven te beantwoorden. Dus je leest en een enkeling beantwoord je en... ja, ik vond het allemaal wel prima. Ik maakte me daar eigenlijk niet zo druk over. En ik vond het allemaal wel prima. En te veel publiciteit hoefde voor mij ook niet. Want je werd natuurlijk diverse keren gevraagd om naar allerlei verenigingen, ook in de landen te gaan. Nou, ik ben 1-2 keer geweest en toen dacht ik van, nou, het is mij allemaal wel goed. Ik heb een schitterende ervaring heb ik gehad tot hier en nu is voor mij klaar. Ze zitten in de kerk en de dominee die heeft een geweldige preek over dat je altijd eerlijk moet wezen en dat je altijd moet afbidden en dat zal je altijd vergeven worden. Wat zei de dominee? Als je gezondigd hebt, moet je altijd tegen je ouders zeggen, ik heb kwaadaan, ik ben niet weerlijk, je kind te wezen. En je zult zien, dan zijn je ouders genadig. En dan denkt Bartje op de terugweg en ik heb scheur in mijn box, want ik heb net... Kruisbessen heb ik gepikt bij, ik weet het naam niet meer, bij een of andere boer. Nou, dan is nou de dominee heeft gezegd, ja, dan kan ik nou wel vertellen dat, dat ik dat gedaan heb en dan wordt mij vergeven. Maar de dominee heeft gezegd. Nou, en dan komt ze thuis en dan zegt pap. Haal de klaverzen. Wat een vlugge minestreek. Nee, vader, alsjeblieft nou niet. Het was net zo gezellig. Wat je wist ook best, vaar. Haal en gauw wat en anders dan krijg je dubbel. Daar heeft de dominee weer. Die heeft met zijn mooie woorden zoveel kregen. Niet om Bartje, traslang. Mens met zwin. Dat kost je alleen veel kregen. Je mag nog één keer slaan. Ik zal niet jank. Ik zal nooit meer mijn zin blijven. En dat is je schuld. En als ik word zoals Ari, is het ook je schuld. Hoe is het? Komt er nog wat van? Bartje kreeg natuurlijk niet met de klabat. Ze hebben natuurlijk niet van de kinderbescherming. De cameraman, die stond voorover gebogen. Die heeft 2 handdoeken in zijn broek gekregen. Want hij kreeg echt wel met de klabat. Maar de cameraman die heeft dus met de klabat gekregen. Juffe, praat ik nog eens. Zo vast als nog. Ja, en uiteindelijk neem ik dan die klabat met. En dan ga ik naar dit hunebed. Dan zie je die shot voor... onvoorstelbaar dat je hier vuur kunt maken onder een hunebed. Dat zal nou helemaal niet mogelijk wezen. Maar dit is echt gebeurd. En ik heb hem erin smeek. Nou weet ik het. Zo heeft de duivel praat in Jezus. Maar Jezus was wijzer dan de duivel. Ari niet. Ari heeft de fouten weggekozen. Wat zie je aan de kant? We worden dat ding, dan kun je terugslaan. Nee hoor. De slaan kom je nergens. En die val zal nooit meer slaan. Dat is zeker. Ik vind een van de mooiste momenten, vind ik eigenlijk, als je naar de film kijkt, en de meeste mensen die zien dat niet, dat Moe bij Bartje voordat hij zit te kijken of hij nog vlooien in het haar heeft. En Loezen. En op dat moment is Moe dus met de Loezenkam, is zij door Bartje haar zit. En dan zit kleine Bartje de Vries, dat de dikke Jan speelde, die als 3 jaar oud was. En die staat ernaast en die zegt van, dat deed mijn mam ook. En dat is echt, daar geeft het al aan van,
dat een kind van 3 zich gewoon heel ontspannen speelt hoe de sfeer is op de set. Zo, klaar. Klaar. Nou nog even de stafkap. Maar als de kap schoon is, dan blijft het liever vanzelf. Oh, doe het niet meer. Zoveel te beter. Moet ik kijken. Nog een keer. Zo. Maar de luus is schief loopt. Wup is niet zo slim, maar langzaamaan, dat rekt niet op. Zo heb ik een nog kleinje. Auw! Ja, er zit er toch nog een. Ja. Zie je dat? Ja. Blij bezig. Mm-hmm. Nog een kippen. Nog een. Oh. Ik krijg een hele kabel. Ja, het is beter dat je moeder de dat en dat de luus net doet. Dat kan mijn mama ook wel met dit kammetje. Nou, doe je weer zonder. Het is tijd, je mag de eerste dag niet klaar komen. Ja, je hebt gelijk, vooruit, Samor. Dus wat je weet, hè? Spien en ja knip. En goed doe bij toen op het school, want hij geen straf kreeg. Nou, het liet me leuk. Ik kan me voorstellen dat je sommige mensen nog gewoon helemaal niet meer herkent. Ik had bijvoorbeeld Ina, toen ik die voor de eerste keer weer zag. Ina was toen mijn grote zus. En als je nou kijkt, volgens mij komt Ina ongeveer tot hier, want Ina is niet zo heel erg groot. Ik denk van, dat je nou... Kindersperspectief is natuurlijk ook een heel ander perspectief. Ja, en wat heeft ze dan? Ik zal het niet weten. Dus ik denk dat wel heel veel verhaal en heel veel herinneringen over de tafel zijn gehad. Ja, daar heb ik wel zin in. Er zijn erbij, die heb ik 50 jaar niet gezien. Er zijn erbij, die worden nu 50. Die waren toen baby. Maar er zijn er ook bij die ik wel met enige onregelmatige regelmaat heb gesproken of gezien. Ja, dat is gewoon verder praten van waar we gebleven zijn. Ja, leuk. Wij hebben met een aantal spelers... hebben wij nog steeds contacten met elkaar. We zitten met elkaar in een zogenaamde WhatsApp-groep. En als er wat bijzonders is, dan delen we dat met elkaar. En daar bedoel ik dan eigenlijk mee dat dat meestal allemaal de kinderen zijn die meegespeeld hebben. Want al die kinderen die zijn natuurlijk allemaal nu rond de 50, 65 of nog iets ouder. Dus ja, en de oudere spelers die zijn jammerlijk genoeg overleden. Een gedeelte heeft altijd contact gehouden. Ik heb me daar nooit zo expliciet mee bemoeid. Totdat Ina mij op een gegeven moment belde. Zo van, nou, wordt het toch niet eens tijd. Het is nu 50 jaar dat je ook eens komt. Nou, dan heb ik gezegd, oké, ik ga voor deze reunie. Daar ga ik naartoe. Lijkt me ook wel eens weer leuk om iedereen te zien. Ik denk dat het gewoon één grote babbel, bijbabbel dag wordt. Ik verwacht een hele hoop herinneringen die we toen meegemaakt hebben, dat we die weer met elkaar delen. En dat we op dezelfde manier weer met elkaar omgaan als dat we toen met elkaar omgingen. En dat is ook als we nu contacten met elkaar hebben, dat je nog steeds als een soort familie van elkaar bent. Broertjes en zusjes. Dat is wat ik echt van een reunie verwacht. Ja, de vraag is, wie herken je nog? Dat is 50 jaar geleden. En als ik foto's nog wel eens bekijk vanuit die tijd, dan denk ik van nou... 50 jaar later is iedereen toch wel aardig veranderd. Dus ik ben eigenlijk wel zeer benieuwd hoe iedereen erbij staat en hoe iedereen is. Dus wat dat betreft is het ook wel eens leuk. En 50 jaar is toch wel een mijlpaal om te kijken van nou, is wel waard om elkaar weer eens te ontmoeten.
Maar je bent nog steeds aan ze gezond. Ah, zeker. Mooi. Nee, maar wel. Ja, 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 helemaal goed. Ik denk, ik was natuurlijk zo, dus ik denk, ja, als nee, 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 nee. Je bent allemaal wat ik zeg. Maar aan je ook. Ja, man. Jouw toekomst. Jouw toekomst. Jouw toekomst. Jouw toekomst. Jouw Ja. Ja. Wat een geitje! Dat is een heel lang weg. Heel lang weg. Ja. Maar je ziet zo ineens. Ik heb jouw overzicht. Ik heb jouw weinig. En als ik zei. Ja, 966. Die is wel erg goed, ja. En is dit die. En deze hier staat allemaal cijfers A. Erik Vins. Jaap Schadenberg, 9 uur 45, 26 april 1972. Een 9 en een 6 en een 6. Een 9 en een 6 en een 6. Het was in ieder geval goed genoeg. Die heb ik voor je kopieerd. Ik ben niet meer zwanger geraakt, hè? Ik heb ze niet van allemaal, maar van hem voor. Jij staat hier. Hey ja, ja, dat vind ik moe ook altijd. Wat? Wat? Dat vind ik moe ook altijd. Ja, dat vind ik moe. Zo kan maar geen mijn mama ook. Ja. Dat zit ik altijd in mijn leven, zit ik dat te vertellen. Wie, ja? Want niemand weet dat. Als jij gewoon kijkt, dan krijg je dat niet meer. Nee, dat is ik zeg dan moet je, dan kom ik een stukje nachtje maar. Ik zeg dan moet je goed opleggen wat het jochie zegt. Ja. Ik zeg dan, dan zeg je dan, dat heb je mama ook altijd. Ja, ze doen, ja, maar, dat was met Kloes. Ja, met die Kloes kwam ja. Ja, ja. Ja, je was toch aan de zin, dat zei Tom, die zei dat. Ik zei dat we aan de zin, ik zei dat bon. Ik mis wel Groenebon. Het is Groenebon liggen. Groenebon liggen. Groenebon liggen. Ja. En kijk, ik heb mijn pakkie, heb ik nog, hè. Oh, ja, 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 ja. Ik heb mijn pakkie op mijn handen. Ja. Ja, dit is gewoon. Wat die nou hebt? Ja, ik heb geen eigen. Het past niet meer. Nee. Nee? Dat kwam allemaal bij Tolhof ook weg. Ja. Ja. Ja, er is een boel met Tolhof ook. Ik was net brug achterdoor. Net. En die kiel. Ja. Was ik bijna nog in? Ja, je best doet helemaal. En met wie nu de? Zie je? Met wie is dat? Gelukkig wel. En ik heb het natuurlijk. Ja, absoluut. Nee. Nee, in de opvouw. Voor heeft het dan. Alle rechten op vertoning vertellen welke wijze, welke vorm, welke andere. En daar boven afstand van hebben we nooit moeten doen. Je wordt verzocht. Maar ja, ik heb nog niks verdiend. In Bartje kleren. Ja, was er, maar ja, heb jij wat verdiend? En een lunch. Je hebt nog niks verdiend. Nee, ik heb maar kreeg. Ja. Ja. Kreeg was. Maar dat was wel meer dan dit, hoor. Als Harm. En jij hebt wel meer dan dit. Mijn verzoek is ons te berichten of de betreffende leerlingen volgens u in staat kunnen worden geacht tot het leven van de staatsprestatie. Dus de school die heeft door nou, zeg maar, jouw school in Exel. Die, jouw, ik zat in Burger, maar in Burger. Die heeft dan weer zegt zo van nou. Hans die kan er wel aan. Ik ben Bart. Ja, ik denk jou ken ik op Facebook. Ja, 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 ja. Hi. Ik ben Hans. Hi. Ik ben Ari. Ja. Ja, grote Bartje. Ja. Zeker weten. Dat is leuk. Dat was denk ik allemaal wel zo, toch? Ik ben single, we kunnen een goede jongen. Zo'n pinga. Ja, meneer. Pinga. Ja, meneer. Ina. Ja, meneer. 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 Ja, mene
Dus wat gebeurde er? Ik kom dus en ik vertelde dat ik gewoon had en die had spierbal met een bikkel zo hard, man. Dus ik moest dat op zo'n Gronings doen. En mijn moeder was van Groningse komma. Dus die heeft een script dat ik nog steeds heb. Hij heeft herschreven in het echt Gronings fonetisch, zodat ik het ook mooi. En dus ik kwam op zo'n zanddeggetje in de, dat zou dan in de mist wezen. Volgens het boek, maar er was geen mist die dag. Ja. Een om stroobaal. Ja, of was dat Jan nog? Nee, dat was het. Ja, oké. Jij ook. Jullie samen in bed zijn. Nee, hij gluurde. Zo krijg je de praatjes. Hij gluurde. Ja, dat is uit. Ja, mag ik dit? Oké, aan jongens. Oh, wat yes. Je moet dat delen, hè? Ik ben nogal niet voor Brunnenwonen.